Johan van der Hoeven, van harte gefeliciteerd met de Company of the Year Award. Dank je, je zei het net al, maar je bent trots. Absoluut. Ik ben niet alleen trots voor mezelf, maar ook met name voor mijn mensen. Automotive Force, Automotive Source bestaat niet alleen uit Johan van der Hoeven, maar bestaat uit heel veel mensen die ons op handen dragen. En dat is uiteindelijk de factor van succes. Dat is eigenlijk uiteindelijk de reden waarom dat we dit uiteindelijk bereikt hebben. We moeten de vraag stellen, wat ging er door je heen toen je je naam hoorde? Trots, blij, juichen, zere keel. Maar ik ben heel blij mee en heel trots mee dat ik er gewonnen heb. Je hebt natuurlijk de avond gedacht, mijn concurrenten doen iets totaal, of mijn competitors in deze doen iets totaal anders. Ja. Hè? Dacht je, nou, die moet ik toch wel aankunnen? Of dacht je, moet het nog maar even zien? Nou ja, althans, als ik ergens dan iets mee wil doen, al is het een klein wedstrijdje, dan wil ik altijd wel winnen. Dus je bent aan het kijken, wat hebben die anderen nou ook? Maar ik had ook vertrouwen in mezelf dat ik goede kansen maakte. Maar het is toch wel echt een enorme opluchting op het moment dat je hoort dat je gewonnen hebt. In de afgelopen verkiezingen waren het vaak bedrijven of managers van leasemaatschappijen, importeurs, dealers. En nu dan die aftermarket club. Wat is er veranderd? Ja, ik denk dat het een terechte keuze is. Ik denk als je ziet wat er in de aftermarket gebeurt. Als je kijkt naar alle concepten die in opkomst zijn. Hè, ik bedoel, er zijn de afgelopen 3 jaar zijn er meer garagebedrijven die zich aangesloten hebben aan een concept. Dan is dat een terechte reden dat wij als supplier van die concepten gekozen zijn tot supplier of the year, oftewel company of the year. En ik ben ontzettend trots, met name voor ons bedrijf, maar met name ook op de bedrijven die ons altijd door dik en dun gesteund hebben. Ja. Jullie zijn onder de vleugels van LKQ hard gegroeid. Ja. Wat kunnen we in de komende jaren verwachten? Nou, als het gaat over Nederland denk ik niet dat er zoveel zal veranderen. Ik bedoel, wij zullen ervoor moeten zorgen dat wij ons consistente beleid op het gebied van service, beschikbaarheid en kwaliteit en pricing en noem maar op, zullen blijven behouden. De juryvoorzitter van de Company of the Year, Hans de Boer, die zei van ja, wat ons wel tegenviel, wat ons opviel, was dat er niet echt een toekomstplan is. Hè? Hoe gaat het nou over 5, 7 jaar met die autonome auto? Zou dat de reden zijn dat jij gewonnen hebt en dat jullie daar wel mee bezig zijn? Weet ik niet, maar dat kan zeker invloed hebben. Want wij met Business Lease zijn we juist met onderwerpen bezig. Maar niet alleen met onderwerpen die over 3, 5 jaar, 8 jaar, 10 jaar bezig zijn. Maar juist ook, wat hebben die invloeden nu vandaag de dag op onze industrie? En wat kan we er nu vandaag de dag mee doen? En niet dat we in een glazen bol zitten te kijken wat over 5 jaar gebeurt. Maar wat kunnen we nu op dit moment mee doen? Dus die onderwerpen die hij aangaf, zoals zelfrijdende auto's, zoals elektrische auto's, connected auto's. Zijn allemaal onderwerpen die al vandaag de dag al spelen. En vandaag de dag kun je er hartstikke mooie dingen mee doen. En wij zijn daarmee bezig. Niet alleen ik, maar ik krijg de ruimte om dat te doen. Ik krijg de ruimte om een team te bouwen om dat te doen. Dus deze bokaal die dan mij toebedeeld is, komt eigenlijk ook toe aan Auto Bink die de ruimte geeft. Mijn teamleden binnen Business Lease, de Innovatielab die hiermee bezig zijn. Wij zijn daar heel erg mee bezig in ieder geval. Wij kijken wel degelijk vooruit. Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat fossiele brandstof de aankomende 10 jaar nog zeker toonaangevend zal zijn. Pas na 10 jaar kun je zeggen dat alternatieve energiebronnen, zoals autonoom rijden, maar ook elektrisch rijden, zal dominanter zijn in de maatschappij. Mobiliteit zal veranderen, zeker de aankomende 5 tot 10 jaar. En daar zullen wij als bedrijf op in moeten spelen. En daar zijn we wel voor 100% van bewust. En komt tijd, komt raad. Dat zei je net in je speech ook. Het is wel een hobbelige weg. En je zult af en toe nog wel eens een keer jezelf stoten. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij maken keuzes. En wij maken goede keuzes, maar we maken ook soms verkeerde keuzes. Dat klopt. En verkeerde keuzes, daar kunnen we alleen maar van leren. En in de toekomst, zeker als het gaat over waar gaat het heen als mobiliteit, dan denk ik dat er veel meer factoren belangrijk zijn waar wij ons aan zullen moeten meten. In het verleden was het gewoon hoeveel auto's werden er verkocht en wat is onze markt. Maar ja, tegenwoordig de vraag van mobiliteit en welke mobiliteitsvorm wil de consument uiteindelijk voor kiezen, ja, is voor ons veel belangrijker. Wat moet 2018 echt opleveren voor jou in zakelijk opzicht? In zakelijk opzicht, nou, Business Lease als leasemaatschappij is niet de grootste, maar ook niet de kleinste. Dus ze zitten een beetje in het midden, een beetje vast in het midden. Op een goede manier, want met hulp van de Auto Bink onder andere zijn we nu echt serieuze stappen naar voren aan het zetten om ons echt onderscheid te maken van de rest van de markt. En dat doen we juist op de innovatieve gebieden. Dus de dingen die ik aan het doen ben met mijn team raken juist het strategische component van Business Lease naar de toekomst toe. En 2018 is het jaar waarin we al die initiatieven met sneltreinvaart de markt in gaan brengen. Toch benieuwd, een voorbeeldje? Voorbeeldje. We gaan zonder meerkosten onbeperkte mobiliteit aanbieden. Daar komen we later op terug. Al onze auto's gaan privacy-proof, zonder kosten connected zijn. En bij ons, alle privatelease.com auto's mag je bij Snapcar delen of bij andere autodeelplatformen. Dus kun je je auto terugverdienen. Nou, dat zijn maar 3 voorbeelden. En er zijn nog vele die er komen in andere domeinen. Tot slot, deze prachtige award. Je moet hem even omdraaien, Johan. Je moet hem even omdraaien, want ja. Oh. Sorry. Hij weegt wat. Waar ga je hem neerzetten? Krijgt hij een mooi plekje? Deze award krijgt bij ons een prominente plaats binnen ons bedrijf. En ik wil dat alle medewerkers binnen ons bedrijf daarvan kennis nemen, maar bovenal ook van kunnen genieten. En trots op kunnen zijn dat zij deelgenoot zijn van een bedrijf wat deel is van de Best Automotive Company of the Year. Je bent nu Talent of the Year. Wat ben je over 5 jaar? Oh, dat zou ik echt niet weten. Ik zeg nee, ik heb het enorm naar mijn zin nu. Dus ik blijf gewoon waar ik nu mee bezig ben. Het bouwen van het innovatieteam, het Innovatielab binnen Business Lease. En ik ben nooit zo echt van het plannen. Dus ik zie wel tegen die tijd, misschien ben ik nog helemaal bij Business Lease. Misschien ga ik wel iets anders doen, geen idee. In de automotive? Wie weet. Ik vind automotive wel echt serieus heel leuk. Dus het kan een hele grote kans dat het zo is. Want automotive, daar ontwikkelt nu al zo ongelooflijk veel. Automotive is zo geïntegreerd in de maatschappij, in de economie. Is over. Dus ik denk, ik durf bij wel te zeggen dat over 5 jaar nog steeds van de automotive ben. Ja. We gaan het zien. Dankjewel en van harte gefeliciteerd. Dankjewel.